Yo, wat up gasten en welkom bij een nieuwe video. FUT is jarig. FUT bestaat 7 jaar. Er zijn een aantal speciale toernooien voor gereleased. Sterker nog, het is eigenlijk één toernooi die je 7 keer kan winnen. En elke keer als je hem wint, krijg je nieuwe prijzen. Dus vandaag gaan we proberen voor de eerste keer te winnen. Ik ga iets doen wat ik al lang niet heb gedaan en dat is gewoon achteraf een video inspreken. Dat komt omdat ik een paar dingen heb waar ik over wil praten. En ik merk aan mezelf dat het altijd gewoon beter gaat wanneer ik niet gefocust FIFA hoef te spelen. Wil je op een betrouwbare Nederlandse plek coins kopen voor jouw ultimate team? Dan moet je naar vivacoinservice.com gaan. En als je dan de code FCR gebruikt, krijg je korting op je aankoop. En daarnaast word je, als er iets fout gaat met je bestelling, ook gewoon direct via hun Nederlandse live chat geholpen. Het zou echt super chill zijn als jij voor deze video een like wil achterlaten. Als je trouwens helemaal niks vindt dat ik nu achteraf iets aan het inspreken ben, dan kan dat. Moet je even een comment achterlaten, dan weet ik voor de volgende keer als we zoiets gaan doen, dat ik het gewoon live moet gaan doen. Dus FUT is jarig, het bestaat vandaag of het bestaat deze week officieel 7 jaar. Best leuk, ik heb ontzettend veel tijd en ontzettend veel geld ook gestopt in FUT. Ik speel het zelf sinds FIFA 11, dus sinds FUT 11, dat is bijna 6 jaar met FIFA 16 erbij. En ik kan dit dus ook, wat ik nu ga vertellen, vertellen op basis van ervaring. En redelijk wat ervaring, want ik heb gewoon echt heel veel minuten in dit stomme spel gestopt. Of ja, stomme. De ene keer is het stom, de andere keer niet, maar... Geloof me, ik denk dat iedereen die FUT speelt dat soort momenten wel heeft. FUT is dus iets wat ik ontzettend leuk vind. En FUT 16 is iets waar ik heel veel moeite mee heb. Want normaal gesproken heb je met FIFA dat het elke jaar verandert. Hetzelfde geldt voor Call of Duty, hetzelfde geldt voor GTA. Het geldt eigenlijk voor elke game die jaarlijks uitkomt. Er zijn altijd wat kleine aanpassingen waar je aan moet wennen. Dit jaar had je bijvoorbeeld dat passing en interceptions heel erg belangrijk ging worden. Nou, en dat merk ik ook zeker. Want waar het eerst dus met FIFA elke keer jaarlijks veranderde, gebeurt dat voor mijn gevoel nu maandelijks of wekelijks en soms zelfs dagelijks. En ik wil heel graag weten waardoor dat komt. Ik heb het wel eens tijdens video's gezegd dat ik, vind dat de passes gewoon niet meer aankomen. En dan zegt iemand in de comments, ja, ik heb daar nou ook last van. En de laatste tijd gebeurt dat zo vaak, dat ik bijna zeker weet dat het niet aan mij ligt. Ik was iemand die nooit heel erg vingers wees naar EA of naar spel. Van ja, het komt door een patch of wat dan ook. Het is helemaal kut. Maar nu begin ik het dus echt af te vragen. De ene week komen al mijn passes aan, speel ik ontzettend goed. En de andere dag kom ik dan online en dan gaat het weer echt helemaal shit. Je ziet het bijvoorbeeld in deze wedstrijd, de eerste wedstrijd. Het is nu verlenging geworden, het is 2-2. Mijn tegenstander heeft een corner, die geeft hij niet gewoon voor. Want ja, dat werkt gewoon niet met corners. Maar die krijgt de bal en Pogba, die duwt Ramsey van de bal af. Maar ondanks dat Pogba sterker is, sneller is en behendiger is dan Ramsey, weet hij hem er niet van af te duwen. Ik kom dan uiteindelijk op 3-2 achter, maar gelukkig krijg ik nog een vrije trap die ik diep geef op... Op Martins die ik had ingewisseld. Nou ja, dat werkte niet. Mijn tegenstander doet een paas die dus mislukt. Ik geef een paas die uiteindelijk dus mislukt. Ik krijg hem met heel veel mazzel mee en ik schiet hem met Haji. Dit zijn die doelpunten waar ik niet om mag klagen, maar toch eigenlijk wel. Want het voelt op een of andere manier niet goed als je dit soort doelpunten scoort. Het voelt ook niet goed als je dit soort doelpunten tegenkrijgt. Of ja, je snapt wat ik bedoel. Het zijn sommige aspecten in deze FIFA die het een beetje lastig voor mij maken om eraan te wennen. Aan het begin viel het heel erg mee. Toen heb ik in één keer divisie 1 gewonnen. Ongeslagen. Ik ging van divisie 10 naar divisie 1. Ik had in de tussentijd wel wat wedstrijden verslagen. Maar ik ging toen in divisie 1. En in divisie 1 heb ik ongeslagen divisie 1 gewonnen. En toen daarna nog een keer. En toen daarna nog een keer. Hoe kan het nou dat als ik nu in divisie 1 ga... met een licht beter team dan dat ik toen had... opeens de helft van mijn wedstrijden verlies en de andere helft win... En de ene keer speel ik tegen een tegenstander en win ik 3-0. En de andere keer speel ik tegen dezelfde tegenstander en verlies ik 0-3. Dan gaat er, naar mijn idee, gaat er iets fout. Eerste ronde dus overleefd. Wel met penalties, maar goed. We gaan met een frisse start beginnen aan de tweede ronde. We hebben een nieuw team gemaakt en daar zit Messi in. Messi is nou gewoon eenmaal de beste speler van het spel. Daarnaast had ik ook nog Inform Suarez, onze oude Pokémon, die in mijn club zat. En de enige non-rare speler die ik gebruikte was Kroon Daily. Ik weet niet precies waarom. Hij was Deens en die nationaliteit had ik nog niet. Dus ik denk, weet je wat, ik pomp hem er gewoon in. Misschien doet hij het wel goed. Maar met dit team veranderde iets. En dat is dus wat ik net bedoelde. Het ene potje speelt het heel goed en het andere potje niet. In het ene team heb ik Haji. En Haji die kan echt ontzettend goed dribbelen als hij er zin in heeft. Maar op een of andere manier gebeurde dat niet op dat moment in die wedstrijd met dat team. Nu heb ik Konoplyanka die ook ontzettend goed kan dribbelen. En die deed het in één keer wel. En toen dacht ik van oké. Jee, misschien is dit dan een teken dat ik dan meer BBVA spelers moet gaan gebruiken. Maar ja, dat zullen we in de toekomst dan wel gaan zien. En dat
idee van die veranderingen, dat is dus een beetje mijn probleem. Vroeger had je FUT en dat veranderde jaarlijks, want elk jaar kwam er een nieuwe FUT uit en dat veranderde dan. Aan het begin kwamen er een paar patches uit, want dan bleek iets heel erg overpowered. Je had de kick-off glitch, dat paaste je terug naar je verdediging, gaf je een dieptebal in je aanvaller en dan scoorde je. Dat was volgens mij FIFA 14 of FIFA 13 zelfs. En jullie moeten me totaal niet verkeerd begrijpen of zo, hoor. Dit is geen bash op FIFA 16, want ik zit eigenlijk gewoon in een ontzettende luxe positie. Ik speel een spel dat ik leuk vind om te spelen. En daarmee kan ik dingen doen die ik eigenlijk een van de leukste dingen vind om te doen. Gewoon van alles. Namelijk video's maken voor jullie. Dus het feit dat ik nu op dat spel aan het zeuren ben, dat is misschien niet helemaal terecht. Het is alleen meer dat ik niet zoveel tijd heb als vroeger. Zoals jullie weten studeer ik. Ik studeer meestal 4 dagen in de week. Ik heb niet zoveel tijd meer als vroeger om FIFA te spelen en eraan te wennen. Want vroeger kon ik echt gewoon op een dag 10 potjes spelen. En dan ja, had ik mijn huiswerk af. En dan deed ik er nog een paar of zo. Of dan was het weekend. En dan ging ik stappen met vrienden. En dan was ik de volgende dag was ik brak. En dan ging ik de hele dag FIFA spelen. Want ja, school hoefde ik om dan nog niet zoveel te doen. En nu is dat anders. Nu speel ik eigenlijk niet zo heel veel FIFA meer. Tenzij ik aan het opnemen ben. En waar het dan fout gaat bij mij dus, is dat als er weer iets is veranderd, ik daar niet de mogelijkheid toe heb om te wennen. Ik kan niet zomaar in één keer Poke FIFA gaan opnemen en dan opeens tot de conclusie komen, oh shit, wat ik nu doe, dat werkt niet meer. Want dat is dus helemaal veranderd. Shit, ik moet nu iets nieuws gaan zoeken, dat werkt. En ik denk eigenlijk dat ik niet de enige ben die dat vindt. Sterker nog, ik weet heel zeker dat ik niet de enige ben die dat vindt, doordat ik jullie reacties vaak lees. Maar ik denk ook heel goed dat EA weet wat er aan de hand is. Ik denk dat EA heel goed weet dat mensen FUT niet meer leuk vinden of hun twijfels erbij plaatsen. En dat kan je namelijk aan bepaalde dingen zien. Kijk, vorig jaar had ik een video gemaakt, waarom is EA zo slim? Omdat ik dacht dat EA bepaalde dingen deed, voor bepaalde redenen. En heel veel mensen die hadden die video gezien en die zeiden, oh, jij kan nog wel eens gelijk gaan hebben. Nou, voor die mensen, en ook voor de mensen die denken dat ik toen ongelijk had, moet je eens hier naar luisteren. EA viert het 7-jarig bestaan van FUT. Ik weet niet of ik iets mis of dat het iets typisch Canadees is. Voor je het nog niet weet, EA die zit gevestigd in Canada. 7 jaar, is dat een mijlpaal? Waarom is er vorig jaar geen 6 jaar op FUT geweest? En begrijp je niet verkeerd, ik vind het super dope. Ik vind het heel vet. Ik zou best graag met zo'n spits Ronaldo of een spits Bill of een spits Alexis Sanchez willen spelen. Dat lijkt me echt super sick. Maar ik ga er geen packs verkopen, omdat ik dus denk dat EA dat doet om er geld aan te verdienen. En om dingen in het spel te stoppen waar mensen weer een beetje hyped van worden. Want nog nooit eerder in de afgelopen 7 jaar van FUT hebben Messi en Ronaldo in deze fase zoveel speciale kaartjes gehad. Nog nooit heeft Ibra zoveel kaartjes gehad. Nog nooit heeft Lewandowski in deze fase zoveel kaartjes gehad. Nog nooit is er een speler geweest die zoveel in vorms had als Suarez op dit moment heeft. En waarom doen ze dat? Omdat zij elke week wel een bepaalde speler in het team of the week moeten hebben dat het heel goed doet. Kijk, Ibra had 3 of 4 in vorms en vervolgens scoort hij 4 keer in de kampioenswedstrijd van Paris Saint-Germain. Dus ja, het is logisch dat ze dan nog een Ibra gaan releasen. Maar Suarez had al 2 of 3 in vorms, scoort vervolgens 2 doelpunten tegen een team dat het niet heel goed doet in de BVA en krijgt zijn 4e of zijn 5e in vorm. Dan weet je dus gewoon, dat namelijk vorig jaar gebeurde er zulke situaties ook met Messi en Ronaldo. Nog nooit gebeurde dat met FUT. Dus hoe kan het dan opeens dat EA dat nu doet? Waar heeft dat mee te maken? Volgens mij heeft het dus gewoon mee te maken dat EA heel veel dingen aan het proberen is om mensen FUT te laten blijven spelen. Dat ze iets hebben van, jongens, zitten ze daar op het hoofdkantoor. Jongens, we hebben een probleempje. Het aantal mensen dat FUT speelt, dat neemt af. Vorige week waren het er 4 miljoen op vrijdagavond. Nu zijn het er nog maar 1 miljoen. Dus wat gaan we hier aan doen? Ja, misschien moeten we 4e in vorm Neymar met een paars kaartje op een verschillende positie ingestellen. Dat lijkt me een heel goed idee. Laten we dat gaan doen. En vervolgens gaan wij packs openen. Worden we een beetje hyped. En ja, spelen we weer met z'n allen massaal FUT. Maar wel met die aanpassingen die dus niet chill zijn. Dus dan spelen wij FUT. Dan doen we een paar wedstrijden. En dan achteraf denken we, weet je wat, ik kan wel packs gaan openen voor die spits, Bill, maar ik ga hem toch niet packen. Dus waarom in godsnaam zou ik dit nog blijven spelen? En vervolgens zitten ze op de vrijdagmiddagborrel bij EA de volgende week weer met, jongens, we moeten weer wat nieuws verzinnen. Chapeau als jij het de afgelopen 9 minuten met mijn stem hebt volgehouden. Nogmaals, ik ben dus echt totaal niet aan het zeuren of iets. Ik plaats gewoon alleen vraagtekens bij bepaalde dingen. Of ik zie bepaalde dingen graag anders in de komende weken. Ik zou best wel eens willen dat FIFA gewoon eens een keer hetzelfde bleef. Moet nog wel een beetje veranderen, want de manier waarop het nu is vind ik het niet heel chill met dat passing en zo. Het is gewoon voor mij allemaal net iets te realistisch. Hier geef ik een pass, maar dat is dan uit de draai. En ik snap dat daar moeite mee is, een speler die uit de draai paast. Maar het is voor mij gewoon dat ik 7 jaar FUT speel. En 6,5 jaar daarvan was dat geen probleem. En nu wel.
Ik snap dat het logisch is. Het is ook heel realistisch. En ik vind het eigenlijk wel een goede toevoeging. Het is alleen voor mij heel moeilijk te verteren in mijn spel. We winnen deze wedstrijd. We scoren in de 36e minuut. Of tenminste in de 36e minuut krijgen we een doelpunt tegen, bedoel ik. En we winnen. Er gebeurt voor de rest helemaal niks meer. Het is eigenlijk nog nooit voorgekomen dat ik een hele helft op FIFA speel. Waarin we niet een doelpunt tegenkrijgen of een doelpunt scoren of weinig kansen creëren. Maar ik wilde gewoon die overwinning vasthouden. En dat is uiteindelijk gelukt. We krijgen een speciale kit. De EA Third Kit. Dat is mooi, want ik heb Divisie 1 al eens gewonnen. Dus dan hebben we die First EA Kit. Eigenlijk moet ik nu alleen nog het thuistenu ervan hebben. En dan hebben we dat hele setje compleet. Jij wordt bedankt voor het kijken. Ik check jullie allemaal bij de volgende video. Laat nog even een comment achter met wat jij vindt. Ben je het totaal met mij eens of juist oneens? Dan laat ik ze awesome zijn. En ik check jullie later. Ciao gasten.